Klinken op een toegankelijk nieuwjaar. Dat doen we dit jaar online. Met veel plezier nodig ik jullie uit om mee het glas te heffen. Met ons, met Inter. Een agentschap met een missie. En die is bouwen aan een samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen. Jong en oud, met of zonder beperking. Want iedereen heeft belang bij toegankelijkheid. Ook jij en ik. Echte mensen dus. Van opgroeiende peuter tot wispelturige tiener en ervaren ouderen. Samen met een betrokken bestuur, 40 gedreven medewerkers, 500 enthousiaste vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, partners en klanten zetten we in op meer toegankelijkheid. Hoe doen we dit? Door informatie, tips, ondersteuning en advies op maat te geven. Niet alleen over gebouwen, infrastructuur, straten en pleinen en vervoersmiddelen, maar ook webinars en events bijvoorbeeld. Eigenlijk alles dat bedacht is of ontworpen in onze leefomgeving. Inter ondersteunt ook het Vlaamse beleid in zijn toegankelijkheidsinitiatieven. In deze compilatie geven we graag het woord aan de Vlaamse ministers om die beleidsambities met jullie te delen. Iedereen overal in 2021. Daar toosten we op. We moeten meer werken aan integrale toegankelijkheid. Zorgen dat in alle opleidingen in Vlaanderen die te maken hebben met toegankelijkheid, dit concept van integrale toegankelijkheid centraal staat. En twee, de digitale toegankelijkheid. Zorgen dat op dat vlak wij een inclusief Vlaanderen realiseren. Dat iedereen mee aan boord is in die digitale vernieuwingen die nu in snel tempo worden doorgevoerd op alle domeinen van ons leven. Elk bestaand kantoorgebouw wordt in samenwerking met Inter gescreend op integrale toegankelijkheid aan de hand van het kwaliteitslabel toegankelijk kantoorgebouw. Zo brengt het facilitair bedrijf voor elk kantoorgebouw de haalbare verbetermaatregelen in kaart en pakt ze aan. Een toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft. Als Vlaams minister van Werk is het voor mij trouwens een prioriteit om iedereen kansen te geven op de arbeidsmarkt. Ook mensen die minder mobiel zijn of in een rolstoel zitten. Maar dat kan niet als gebouwen of kantoren daartoe niet uitgerust zijn. Het fysiek toegankelijk maken van gebouwen is voor mij dan ook essentieel. Ook dit jaar, ondanks die coronacrisis, gaan we stappen vooruitzetten. Op vlak van sport gaan we de fusie hebben tussen twee grote G-sportfederaties. Dat is een goede zaak. Maar daarnaast ook onderwijsinfrastructuur die nog veel toegankelijker wordt, nog nieuwer, maar nog beter voor iedereen. Iedereen verdient vakantie, ook personen met een handicap. En het komend jaar gaan we heel wat projecten ook samen kunnen doen, pilootprojecten samen met Inter. Want jullie maken Vlaanderen toegankelijker en ik wil jullie daar ook in het bijzonder voor bedanken. Mensen elkaar laten ontmoeten. En dat op een duurzame manier. Jullie dragen daar een ongelooflijke steen toe bij. Denk aan de Genereuze of aan Circuit Sortie, waarbij dat we op een ongelooflijk mooie manier hebben laten zien hoe dat bruggen gebouwd kunnen worden, hoe dat mensen elkaar kunnen leren ontmoeten en duurzame banden vastpakken. Zowel bij het beleidsdomein wonen, zeer specifiek naar sociale woningen, hebben we heel wat aandacht om woningen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, maar zeker ook voor bijvoorbeeld erfgoed. Erfgoed moet er zijn voor alles en iedereen. Daarvan moet iedereen kunnen meegenieten. En dus doen we heel hard ons best om erfgoed ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. En ik ben ook heel blij dat we eind 2020 ons masterplan toegankelijkheid hebben kunnen finaliseren. Mede dankzij de samenwerking met heel wat lokale besturen, maar uiteraard ook dankzij de expertise van Inter, waarvoor bij deze nogmaals mijn dank. Nu, het zal nu een zaak zijn om zo snel mogelijk te werken aan de uitrol van dit masterplan toegankelijkheid. En uit het nieuwe jaar putten veel mensen hoop. Het zware jaar 2020 ligt achter ons. En als we samen nog even doorbijten, dan komen we ook hier weer door. Ik wens jullie allen een heel mooi jaar toe. Als voorzitter van Inter ben ik de Vlaamse ministers dankbaar dat ze het thema toegankelijkheid meenemen als een rode draad doorheen hun beleid. We merken ook dat er vanuit het Vlaams parlement leden zijn die het thema toegankelijkheid op de politieke agenda plaatsen. Als gespecialiseerd kenniscentrum wil Inter een partner zijn voor alle beleidsmakers, maar evengoed voor iedereen die werk wil maken van een beter toegankelijk Vlaanderen.
Voor deze opdracht kunnen wij rekenen op een team van bekwame en gemotiveerde medewerkers. Onder het motto iedereen overal nemen we drempels weg en openen we deuren. Zo sluiten we niemand uit en plaveien we de weg naar een Vlaanderen waar iedereen vrij en zelfstandig kan meedoen. Op u en ons aller toegankelijkheid.